hoor. U bent een beetje roemoezig, de muziek klinkt op de achtergrond. En daar zaten ze, de gekste mensen, met zwanendons om en in puntkleren, met vlechtjes en met hoogopgespoten kapsels. En het klapte en het roezemoeste en het riep om de man die die avond zou optreden. En dat orkest ging maar door en toen kwam er een soort Amerikaanse stem van Tom Collins en die riep, hier komt hij, hij die in de haven werkte en die heeft het helemaal gemaakt en die gaat hier vanavond zingen. En alle spotlights gingen naar één plek en daar kwam hij, die man uit Rotterdam die Leen Huizer heet en die ze toejuichte als geen ander. En hij ging zingen en hij zong een lied voor zijn vrouw en voor zijn vier kinderen en hij zong een lied voor Rudy Koopmans en hij had zijn dasje verkeerd want hij had geen kleedster en dat deed hij af en toen braken ze de tent helemaal af. En het ging maar door. En aan het eind, toen moest hij 8 toegiften geven. En ik moet u zeggen, zo'n avond heb ik nog nooit beleefd van een Nederlandse zanger die Carré gek maakte. En dat is natuurlijk die ene man uit Rotterdam. Absolutely Lindauer. I took my troubles down to Madam Ruth. He know that gypsy with the gold kept tooth. She's got a pet down at 34 and fine. Send a little bottles of love potion number 9. Love potion number 9. I told her that I was a proper cheat. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, oh, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like any ink. I held my nose, I closed my eyes. Stick up down at 34 and fine. He broke my little bottle of love potion number 9. He stick up down at 34 and fine. He broke my little bottle of love potion number 9. Love potion number 9. Love potion number 9. Love potion number 9. Het is vanavond maar één borstje, Lee. En in Carré waren dat er tientallen. En nou heb jij hier vanavond verrukkelijk met het orkest van Tony Eijk gespeeld. Maar daar was het in Carré met Freddy Golden. En in Rotterdam was dat ook zo in de Doelen. Je hebt nu 2 verschrikkelijke grote theaters in Nederland volgekregen. Wat nou? Nou, ik ben erover aan het nadenken. En ik ben nog eventjes op een rijtje aan het zetten of dat haalbaar is. Om een klein toertje te maken langs een... laat ik zeggen, een tiental grote steden of zo. Maar ik ben heel voorzichtig. Maar het slaat je nog niet in je kop, hè? Nee, oh nee, nee. Maar het was fantastisch die avond. Ik vond je een beetje verlegen aan het eind. Ja, dat kan natuurlijk ook niet anders. Kijk, je begint aan iets waarvan je hoopt dat het dat wordt wat je er zelf van verwacht. Maar dit overtreft je stoutste dromen natuurlijk. En even dat incident met het dasje. Hij had een dasje en dat zat scheef. Toen kwam je weer even op na een verkleding en dat ging helemaal fout, hè? Ja, dat liep helemaal fout, want dat was zo'n soort klittenband, weet je. En als je dat aan het gladde eind probeert vast te knopen, dat lukt natuurlijk nooit. Maar dat duurde zo lang, ik geloof dat hij een roffel had zitten maken van 1 minuut of 5. Dan dacht ik, ja, dit wordt te gortig, straks denken ze dat ik niet meer terugkom. Dus ik denk, nou, de beuk erin, daar, laat me zitten. En de beuk erin heeft hij die avond gezet en het was een gigantisch succes. En ik hoop dat ik het nog een keer mee mag maken. De enige zanger die Carré vol krijgt, Lee Towers. Ja, ik zou niet meer kussen in dit programma, maar je mag het.
Tot slot, de bank. Daar